Vaco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Mafia 2 hier op Vaco Games. Gisteren hebben we natuurlijk eventjes een paar hele coole nieuwe vechttechnieken geleerd. En vandaag is het zover. Vandaag is het de tijd voor het grote gevecht. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben helemaal voorbereid. Moet ik met mijn rat gaan vechten? Hey, dat is Billy. Ik ga er niet met Billy vechten. Hij is helemaal gek geworden. Nou ja, zeg. Nou ja, oh nee, ik moet toch met iemand anders gaan knokken. Gelukkig zeg, ik dacht dat ik mijn eigen huisdieren in elkaar moest gelopen mappen. Dat zou niks zijn, hè. Wie gaan we pakken? Hey vriend, jij bent boos. Oh, skinny ass white boy. Kom hier dan, vriend. Ik ben helemaal getraind, hè. Bam. Hop, mis. Bam, recht voor je neus. Hop, kom hier dan. Hoja. Die gozer heeft geen kans. Hoppakee. Wie is hier nou de vent, hè? Bam, bam. Hoppakee. Flawless victory. Nog meer mensen die problemen met me hebben? Dit is nice. Oeh, centjes. Uh-oh, agenten. Hallo. Ja, we zijn alles aan het schoonmaken hier. We zijn niet aan het vechten hoor, echt niet. Oh, we hebben een bezoeker. Aardig. Wie nou weer? Ik hoop op Joe. Of die chick van Joe, dat is nog veel relaxer. Oh nee, mijn zus. Hi, Vito. Hoi, babe. Hey, Frankie. How you doing? I'm doing good. Ja, ik niet. Het is hier best wel kut namelijk. Leuk dat jij het goed doet, maar ik wil het ook goed doen. I got something to tell you. I'm getting married, Vito. What? Oh, Maron, that's great. Met wie? I mean, it would have been nice if he asked my permission first, but hey, I'm happy for you. Ja, dat ging een beetje moeilijk, hè, om jouw toestemming vragen. Jij zat hier in de gevangenis, maat. Nou, hoe dit gebeurd is, kwam politieagent aan de deur. Die zei van, hey, kom mee. En toen moest ik mee. Zo ging het. Heel simpel. There's something else. It's mama. What do you mean? Wat? Er is er niks met mama aan de hand. She's sick, Vito. She's been like this for weeks and she's not. Mama is ziek. Look, Frankie. Nee. Go to Joe's. He's holding on to my money for me. Oh, nee, mama is ziek. Als ze nou gewoon mama naar de dokter brengen. Ik heb al een heleboel mensen naar het ziekenhuis gebracht. Dat kan best mama ook er nog wel bij. No, no, I mean it. Looks like I'm not gonna need it for a while. Uh-oh. Wat is er? Alright, looks like I gotta go. Oh, ik moet weg. Look, you take care of Ma. Oh. Tell her I love her. I will. Mama. Thanks, Vito. Nee. Bye. Bye. Ah, lekker nieuws dan. Lekker nieuws. Mama is ziek. 1 week later. Let's go, Skeletta. What? Those turlets ain't gonna clean themselves. Ja, hey, potverdorie. Ik ben hier niet aangenomen in deze gevangenis om de wc schoon te maken, maat. Daar hebben we een schoonmaakdienst voor. Dat hoef ik er niet te doen. Follow the guards. Nou, oké. Lopen dan. Als ik eventjes de kans krijg, dan stop ik die bewaker met zijn hoofd in de playpot en dan trek ik door. Ik begin die mannetjes een beetje kapsones te krijgen. Ze krijgen echt kapsones, die bewakers. Nou, waar gaan we naartoe? Hier? Hier zijn geen wc's hoor. Dit is een gang. Misschien zijn hier wel wc's aan het eind van de gang. Dat zou natuurlijk kunnen. Hier? Ze hebben echt een compleet ontvangstcomité neergezet. Oh jongens. Ik ben de nieuwe schoonmaker niet. Ik ben geen schoonmaker. Zie ik eruit als een schoonmaker? Heb ik een bezem in mijn hand? Nee. Ja, gadverdamme. Wat smerig. Hallo zeg. Clean the 2 dirty urinals. Welke twee smerige? Ze zien er allemaal smerig uit. Welke is smerig? Deze? Oeh, vies. Gadverdamme. Nou, iemand moet het doen, denk ik dan maar. Hm? Of die er nou beter op wordt, durf ik ook niet echt te zeggen. Lijkt wel alsof er vogels in gezeten hebben, zie je dat? Dat lijkt wel vogelpoep in die play. Erg smerig. Leer die mannen eens een beetje mikken hier. Deze ook er nou maar achteraan. Gadverdamme, wat een baantje. Kunnen we geen... Oh, hi. Ik heb het net schoongemaakt. In plaats van dat je de andere ding pakt om in te gaan pissen. Wat doe je nou? Beetje mijn schoongepoetste wc'tje weer onderzeiken.
Niet relaxed, Mr. Bewaker. Ga je hem zelf weer schoonmaken of moet ik het weer doen? Grote god, moet ik hem weer schoon gaan lopen maken. Ik had hem net schoongemaakt. Gadver. Kunnen we hier niemand voor inhuren? Dan ben ik best bereid om daarvoor te gaan betalen. Dat ik bijvoorbeeld 50 euro betaal elke week en dat ik aan dit niet hoef te doen. Dat iemand anders het gewoon doet. Een of andere schoonmaak, meneer of zo. Zo, prachtig. Schitterend. Wat? Maar deze zijn ook vies. Die moet ook schoongemaakt worden. En deze? Is toch niet echt heel erg fris. En deze heeft helemaal een ramp. Ik weet niet wat hier gebeurd is, maar volgens mij had iemand hier explosieve spettenpoep. Het zou trouwens wel relaxed zijn als er een deurtje voor die wc zou komen. Gewoon even een klein beetje privacy. Niet veel, maar wel wat. Oh, moet ik weer gaan douchen? Gadverdamme. Iets zeg maar dat deze douches hier niet heel erg lekker warm zijn. Nou, vooruit. Douche. Welke douche? Welke douche moet ik hebben dan? Deze. Ik wilde die andere douche, die is veel cooler. La 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 la, lekker onder de douche. La 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 la, la 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 la. Zo gezellig hier. What's the hold up here? Move your ass. Ik moest douchen van je. Frankie, we got a little business to take care of here. Uh-oh. Volgens mij wil hij me gaan pakken. Nah. Hij wil me gaan pakken. Maar ik heb eerder grote sterke mannen neergemapt hier in deze gevangenis. Dat ga ik gewoon weer doen. I like your scars, pretty boy. Uh-oh. Where'd you get them? Uh-oh. Van al die gevechten die ik gewonnen heb, daar heb ik ze van gekregen. We can do this the easy way. Ik ga voor de moeilijke weg. Dit is niet chill. Ik ga geen vieze dingen met jou doen hier onder de douche, maat. Nee, ik wil gewoon een stomp op je neus geven. Dat is wat ik wil. Ja, bam. Hop mis. It's party time. Absoluut, om jou een bloedneus te mappen. Daar is het party time voor. Oh, au, 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 au. Oh, au, au. Die gozer is sterk. Bam! Hoppakee! This guy is a fighter, zegt dat. Ik zal me niet zomaar overgeven, vriend. Ik heb mijn gezondheid weer nodig. Moet even uit de buurt van hem blijven. Of wordt mijn gezondheid niet aangevuld tijdens een gevecht? Hoppa! En liggen jij. Pop in zijn noten en op zijn kop en bam! Wel trusten, vriend. Oh, daar komt de volgende aan. Wil je ook vechten? Mag hoor. Dan eindig je precies zoals je vriend, op de vloer. Ja, wel handig dat hij meteen onder de douche staat, dan wordt al het bloed meteen afgespoeld. Hup! Ja! Good night! Wat is er nou weer aan de hand? Uh-oh. Er wordt er eentje in elkaar getrimd. Waarom? Oh, zit ik weer in die isoleercel? Wat? Oh, brief. Een briefje. Van wie? Van wie? Van wie? Van wie? Van wie? Misschien fanmail. Dat zou kunnen. Uh-oh. En nu moet hij uit. Wat is er aan de hand? Nee! Mama is dood! Nee! Oh. In plaats van een trouwjurk te kopen gaat alles naar de begrafenis. Mama! No! Mr. Galante wants to talk. Het was zo'n aardig vrouwtje. Come with me. Niet chill. Echt niet chill. What the hell happened? Looks like the mix weren't up for a fair fight. Couple of them jumped Pepe yesterday. Pepe heeft klappen gekregen. Ah, beter klappen van iemand anders krijgen dan klappen van mij. Ik heb Pepe ook wel een aantal meppen gegeven. Oeh, nice. O'Neal is alleen. Break a couple of bones, same as they did to me. Got it?
I got it. Yeah, I got capiche. It. Capiche. All right. Come with me. Break a leg, kid. Dank u. Ik zal O'Neill zijn leg wel eens even breken. If the guards get back early, I'll warn you. Okay. Okay. All right. Go for it. Go for it, bitches. Hey O'Neill. Ik kom hier jouw gezicht eens eventjes in elkaar timmeren. Mag wel, hè? Hey O'Neill. I got a little business to settle with you. Just the man I wanted to see. Let's go kick his ass. Come here, Mary. Settle the score with O'Neill. Ow! Hop. Again, harder. Hop en bam. Mis. Lekker voor je. We gaan even een beetje de ruimte opzoeken, want hij staat te veel in de hoek. Auw, O'Neill. Was toch niet zo heel slim van me. Auw. Misschien ben ik meer voor de close combat. Bam. Is dat all you've got? Ah ja, en blijf liggen. Huppakee. Try again, oh, ik had hem echt beter aan moeten pakken. Hop. En bam, wel te rusten. Heb je nog meer problemen, O'Neill? What the fuck are you made of? You'll have to do better than that, little girl. Hmm, kom hier dan. Als je echt per se zo graag dood wil, kan ik het wel verregelen. Jappakee. Hoi gozer. Wel, motherfucking trusten. En blijf liggen. Oh, hey, gaan we met messen vechten? Oneerlijk, vriend. Oneerlijk. Doe ik ook niet. Ga weg met dat aardappelmesje. Als die me echt ermee prikt, jongen. Recht in zijn noten. Flappakee. Dag O'Neill. Weltrusten, ik zei nog zo, niet doen. En blijf liggen jij. Hij kijkt wel heel erg boos. They never found out who did it. Leo arranged for me to relocate to his cell. Oh, we hebben een andere cel gekregen. Lekker. Beter dan die isoleercel. Dit ziet er nog uit alsof het een beetje redelijk is. I'm sure as hell ain't gonna go back to work on Phil Clemente, I can tell you that. Yeah, you're better off. Hij heeft zelfs een eigen fornuis. Wat een baas en een bank. Een bank en een fornuis in je cel, dan ben je echt wel een echte held. Daar ben je mijn vriend. But don't worry. You get his. Letting guys into your family for money like he offered you is against the rules. He's gonna have a lot of explaining to do. Nou, voorlopig zit ik hier en dan zit hij buiten. Dus voorlopig hoeft hij helemaal niet zoveel tegen me uit te leggen. Nou, ooit kom ik vrij natuurlijk, hè. Over een jaar of 10. There's three. Each family controls their own neighborhoods. Aha. There's a system of rules. Dus er zijn meer families. There's any disagreements. The bosses of all the families meet to work things out. That's the commission. Great. So what do I do now? Am I in trouble too? No. Dus we moeten naar de commission. You're young, you're smart, and you've proven you can keep your mouth shut. You're exactly the type. Ik hou mijn mond wel dicht, hoor. No problem. Zeker als je hem volstopt met allerlei hele lekkere dingen. Zoals taart. En bokworst. En lekkere broodjes. Als je die aan mij geeft, hou ik mijn mond dicht. The guy's a freaking nut job. He's new blood. What is Don Vinci? Don Vinci. Kijk, dat klinkt als een baas die echt iets voor mij zou willen doen. Don Vinci. You could say that. And Frank Vinci is consigliere. Consigliere. Je gaat over de centen, toch? De consigliere. Hij is in ieder geval hoog. Dat zou heel erg relaxed zijn als je dat zou kunnen regelen. Dat ik gewoon uit de gevangenis ga. Als die vent dat kan regelen, is die echt mijn nieuwe held. Want ik ga hier no way 10 jaar zitten. Chapter 7. In... Oh, ik wou het uitspreken. Gek zitten boeren. Ook onaardig. Zijn we weer vrij? Zou wel heel relaxed zijn. Perfect. We hebben maar 6 jaar in de gevangenis hoeven zitten. Hallo. Chill man. De hele stad is veranderd. Het is een heel stuk moderner geworden. Voor zover je het modern kan noemen. Blij dat ze dat in ieder geval hebben kunnen fixen. Ketchup with Joe. Oh, lekker ketchup.
Ik wil ook heel graag ketchup, vooral op mijn patatjes. En dan mijn frikandel speciaal is hartstikke lekker ketchup. Hey Vaco Gamers, ik ga jullie vragen om weer eventjes een groen duimpje te doen als je dat nog niet gedaan hebt. Ik ben in ieder geval weer super blij dat ik weer vrij ben en dat ik weer lekker door de stad heen kan lopen. Is natuurlijk super chill, dus als jullie nog even een like voor me achterlaten is het helemaal chill. Ik zie jullie in ieder geval morgen weer terug met meer Mafia 2 hier op Vaco Games. En dan gaan we gewoon vrolijk verder. Bedankt voor het kijken jongens, bedankt voor het liken ook vooral. En tot morgen. Mazzel!